anderhalf jaar geleden is het dreigingsniveau verhoogd naar substantieel. Dat is het één na hoogste dreigingsniveau in ons land. De rillen op de bank in slachtofferrol tegen wil en dank. Het journaal staat aan, de terreur vliegt om je oren. Een aanslag hier en een aanslag daar. Je leven als drama, maar dat is niet waar. Want die angst creëer je zelf door propaganda aan te horen. Nee joh, het is de hoogste tijd dat jij je vrijheid inruilt voor het veiligheid. Want wie niet horen wil, moet voelen wat er met politie staat te doen. Nee joh, het is de hoogste tijd dat jij je vrijheid inruilt voor het veiligheid. Want wie niet horen wil, moet voelen wat er met politie staat te doen. Waar zat je dan? Te rillen op de bank in slachtofferrol tegen wil en dank. Het journaal stond aan, de terreur vloog om je oren. Nu verlang je terug naar verleden tijd, naar een vleugje vrede en een glimp van vrijheid. Want nu leef je slechts de woorden die je toen niet wilde horen. Nee joh, het is de hoogste tijd dat jij je vrijheid inruilt voor veiligheid. Want wie niet horen wil, moet voelen wat er met politie staat te doen. Nee joh, het is de hoogste tijd dat jij je vrijheid inruilt voor het veiligheid. Want wie niet horen wil, moet voelen wat er met politie staat te doen. Nee joh, het is de hoogste tijd dat jij je vrijheid inruilt voor het veiligheid. Want wie niet horen wil, moet voelen wat er met politie staat te doen. Nee joh, het is de hoogste tijd dat jij je vrijheid inruilt voor het veiligheid.